Wij zijn in het Roperen Centrum. Het Roperen Centrum is een centrum voor mensen met kanker en hun naasten. Wat wij hier te bieden hebben is ondersteuning voor mensen met kanker. En die ondersteuning is heel breed. We hebben onder andere psychosociale ondersteuning. Dus dat zijn psychologen die gesprekken met mensen aangaan. We hebben een haarwerkstudio die mensen met kanker ook hun pruik kan aanmeten als, nou ja, als het haar uitvalt. We hebben een huidtherapeuten, we hebben een schoonheidsspecialiste. We hebben ook een bureau wat mensen adviseert of helpt bij weer terugkomen op de arbeidsmarkt. Dat is reïntegratiebureau. En we hebben een stichting Allochtonen in Kanker. Dat is een belangrijke stichting die bij ons in het centrum zit. En voor allochtone mensen laagdrempelig is om hier te praten over kanker. En het ook erover te hebben van hoe je daarmee omgaat. En hoe je het vertelt aan mensen in je omgeving. En wat dat allemaal met zich meebrengt. We merken dat het voor veel allochtonen een barrière is om hier ook binnen te komen of om te praten over kanker. En hier kunnen ze bij ons terecht om daar op een laagdrempelige en vrij makkelijke manier over te praten. We hebben ook veel mensen in huis die andere talen spreken. Dus in die zin is het ook heel makkelijk dat je dat er ook getolkt kan. Dus dat is het fijne dat de Stichting Allochtonen in Kanker ook hier in het Roperen Centrum zit. Daar zijn we heel blij mee. Ik noemde net al een aantal dingen die hier in huis zijn. Daar zijn er nog een aantal andere van. Ik zal nog twee belangrijke noemen. We hebben ook de inloop van Laurens. En die verzorgt activiteiten. Dus sommige mensen vinden het fijn om te praten. Of om even een kop koffie te nemen. Maar er zijn ook mensen die het fijn vinden om wat ontspannende activiteiten te doen. Zoals schilderen of yoga. Ja, dat hebben we hier allemaal in huis. Wordt aangeboden door Laurens. En we hebben een gelaats... iemand die gelaatsprotheses maakt en iemand die borstprotheses maakt. Dus als je daar advies over wil of een borstprothese aangemeten wil krijgen, dan kan je hier ook terecht. Nou, verder kan je hier terecht voor een kop koffie of thee en algemene informatie. Wij zijn hier mede vanuit de Roperen. Misschien dat jullie dat wel kennen. Dat is de hardloopwedstrijd tussen Parijs en Rotterdam. Die haalt geld op voor mensen met kanker. En dit is één van de goede initiatieven die zij met de opbrengsten van de hardloopwedstrijd steunen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5. En je kan gewoon binnenlopen als je iets wil weten.